start is gevallen. Die wordt door diverse deelnemers met een galoppade begonnen. Een daarvan was Zaragoza links. En de leiding wordt genomen door Wibo Leblanc. Wibo Leblanc, Amazing Derby op plaats 2. En de derde plaats daarachter is voor Bon Ami ST. Vierde ligt Scooby-Doo. Ook Whisker Rider begint met achterstand. Die is nog steeds in galop. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En Wibo Leblanc gaat er vandoor. Wibo Leblanc pakt 2 lengte voorsprong. De enige die in de buurt kan blijven is Amazing Derby. Dan valt er een gat naar Oliver Twist. Aan de buitenzijde gaat naar voren Scooby-Doo. Die gaat nu de derde plaats overnemen. Dan volgt Bon Ami ST. En daarachter volgt in het tweede spoor. Terwijl Scooby-Doo daar van de benen gaat. Scooby-Doo was net aan de opmars bezig. Tweede spoor ging naar voren ABL de Linde. Komt de opening aan, dat is een snelle 1-15-6. En het is Wibo Leblanc die voor het veld ligt samen met Amazing Derby. Wibo Leblanc, Amazing Derby, dan een hele tijd niets. En plaats 3 daarachter is straks voor een andere deelnemer. Is nu nog voor het Oliver Twist, maar daar komt aan de buitenzijde naar voren Amazing Boy. Amazing Boy met grote stappen gaat door naar plaats 3. Elke kruis is aan de opmars bezig. Gaat nu inparkeren, althans dat gaat hij proberen. Maar hij heeft zoveel vaart dat dat bijna niet gaat. Amazing Derby ligt vlak voor hem en zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Lukt wel, maar zo gaan de paarden wat dichter bij elkaar komen. Tempo is naar beneden gegaan en Amazing Boy blijft in het tweede spoor hangen. Leiding is in handen voor Wibo Leblanc. Wibo Leblanc, Amazing Derby, dan Amazing Boy. Tweemaal Amazing bij de eerste 3. Daarachter aan de relingzijde volgt Oliver Twist. Daarnaast in het tweede spoor heeft een mooie positie gekregen Bon Ami ST. Daarachter aan de relingzijde volgt dan ABL de Linde met daarnaast Alwin Dalimo, de favoriet. Die wordt gevolgd door Warempel wel. Achter Warempel wel Zambezi met daarachter aan de relingzijde Zemmy J. Dan Scooby-Doo. Daarachter in het tweede spoor volgt dan Sophia de Bagière. En de laatste plaats is voor Zaragoza Lins. Hebben ze alle 13 gehad en zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Eerste kilometer ging ineens 17-7. Onregelmatig draven, 2 uitgeschakeld. Paarden in de rechte lijn overzijde. Wibo Leblanc leidt nog altijd. Wibo Leblanc wil graag stunten vandaag. Hij gaat goed. Op plaats 2 daarachter is het Amazing Derby. Dan Amazing Boy. En aan de buitenzijde gaat nu naar voren Alwin Dalimo. Alwin Dalimo zet de eindsprint ietsje eerder in dan op Duindicht. Daar heeft hij de hele rechte lijn nodig. Nu moet hij aan de overzijde al gaan. En hij schuift op naar plaats 3. Zo gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels is Wibo Leblanc halver. Wegen de laatste bocht. Op de tweede plaats ligt Amazing Derby. Derde Alwin Dalimo. En vierde aan de relingzijde is Bon Ami ST. En zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. Nog altijd Wibo Leblanc aan de leiding. Maar hij krijgt een wat kleinere voorsprong. Ze komen dichterbij. Wibo Leblanc leidt nog altijd. Aan de buitenzijde komen ze aanzetten. En helemaal aan de buitenzijde gaat een deelnemer heel hard naar voren. Wie zou dat zijn? We gaan het zo meteen zien. Het is de 7 die eraan komt. En dat is Scooby-Doo. Scooby-Doo gaat hem binnen. Wat een speed. Scooby-Doo is de winnaar. Tweede plaats voor Alwin Dalimo. Derde plaats aan de relingzijde. Wibo Leblanc, vierde Amazing Derby.